Zo, ja, laten we even beginnen met het nieuws van de dag. Dat lijkt mij wel goed. Meer dan de helft van de Nederlanders met overgewicht is tevreden met hun eigen gewicht. Dat is hartstikke goed, volgens mij. Eten is ook gewoon fantastisch. Er hoeft niemand zich voor te schamen. Wie volgens mij wel sorry moeten zeggen, dat zijn de mensen die een voldoening uithalen om andermans plezier in eten te vergallen. Die heb je ook heel veel. Je kent ze ongetwijfeld dat je op je werk om 2:30 lekker even een banaan wilt eten als tussendoortje. En dat je dan zo'n bittere vrouw tegenover je hebt zitten die dan zegt: weet je wel hoeveel suiker er in een banaan zit? Ik neem zelf altijd een snacktomaatje als tussendoortje. Bemoei je niet met mijn snack. Het is bovendien geen snack. Als iemand snacktomaatjes op tafel zet op een verjaardag, is meteen de sfeer weg. Dat is algemeen bekend. Grootste moodkillers op verjaardag in Nederland zijn snacktomaatjes en Peter R. de Vries. Zo, dan is dat eraf. Ja, en dan, ja. Het kon eigenlijk niet uitblijven natuurlijk. De VVD, daar zijn ze weer. Ja. Thierry Aartsen, dames en heren. Hij maakt het wel heel bond. Hij wordt Tweede Kamerlid en hij had zijn zetel nog niet gevonden. Of hij moest al excuses maken voor deze tweet van 9 jaar geleden. GVD, dat is een andere partij, denk ik. Geen idee. Weer iemand voor de trein, komt dus niet verder dan Eindhoven. Zelfmoordenaars, word eens creatief. Ja. Zo te lezen is hij überhaupt nog nooit verder gekomen dan Eindhoven. Maar wat had hij een spijt. Het zoveel spijt. Er zit één tweet tussen die ik 10 jaar geleden, toen ik 19 was, heb geplaatst toen ik stil stond in de trein. Die heeft mensen gekwetst, die heeft mensen pijn gedaan. Ik heb daar spijt van en dat heb ik die mensen persoonlijk ook laten weten. Ja, het druipt er vanaf. Hè? Wat een enorme spijt. Maar het is niet het enige probleem. Het is namelijk totaal ongeloofwaardig. Het begint al met het feit dat een VVD'er in de trein zit. Dat is totaal ongeloofwaardig, een VVD'er in een trein. Dat klinkt als het begin van een mop. Meer niet, maar ik had hem een beetje met hem te doen, eigenlijk. Want je zag aan alles aan Thierry, hij wilde zo graag VVD'ertje worden, hè, dat hij dacht, ik moet wel iets hebben om sorry voor te zeggen, anders ben ik geen echte VVD'er. Dus nu, oké, excuses geaccepteerd. Thierry, je hoort bij de club. En tot slot, ja, we moeten het toch nog even hebben over RTL Late Night, dacht ik. Want ja, het is toch bijzonder. Maar kijk, we moeten het misschien even hebben over de tafel. Niet weer over het al dan niet ontbreken van de castingels. Daar hebben we inmiddels wel 1,5 week iedereen over gehoord. Eén dingetje viel me daar nog wel aan op. Want ik vind, maar dat is mijn mening, hè. Dat mag iedereen, kijk, dat is voor iedereen persoonlijk. Maar ik vind momenteel een beetje dat het een beetje doorslaat de andere kant op. Want als je dit programma vanaf het begin hebt gekeken, dan heb je een soort ontwikkeling gezien. Kijk, dit was de eerste aflevering. Er stond alleen een glaas water op tafel. Niet moeilijk doen. Gewoon iedereen een glas gemeentepils. Maar toen moest het een beetje gezelliger worden. En dus mochten Onno en Isa Hoes in aflevering 2 een lekker glaasje wijn drinken aan tafel. Nou, dat was dit. Gezellig, een glaasje wijn erbij. Maar vanaf toen, dan moet je goed opletten, is Twan een beetje doorgeslagen in de gezelligheid. Want let goed op, dit is hoe Twan gisteravond bij zat. Hij presenteert gewoon vanuit de snackbar. Eigenlijk, dat is wat hij doet. Dit is gewoon overdreven. Oh, en kijk trouwens wat hij heeft staan. Ja hoor, snacktomaatjes, daar staan ze. Zeg maar dag tegen de gezelligheid. Het is dat Peter niet aan tafel zit, maar goed. Maar kijk wat er verder allemaal staat. Borrelnoten, chocola met een stuk, ja, water met een stuk struik erin. Zoveel eten. Ik durf op basis van mijn onderzoek nu al te stellen, Twan Huis is een feeder. Dat is wat hij is. Hij probeert tafelgasten bij Pauw en Jinek weg te lokken met snacks. Dat is hoe hij te werk gaat. Maar het loopt echt uit de hand, want dit is in 1,5 week tijd gebeurt. Wat als dit in hetzelfde tempo doorzet? Volgens mijn berekeningen duurt het nog 1,5 week voor Twan halverwege de uitzending de hele studio rondgaat met een zelfgebakken monsjoetaart. Laat staan hoe het er over 2 maanden of zo bij staat. Als alles zich zo ontwikkelt, als afgelopen 1,5 week, ziet RTL Late Night er volgens mij over 2 maanden zo uit. Goedenavond allemaal. Ik begin, kan niet wachten, bij Jack. Jack, je was in New York, mijn geliefde stad. Ja. Hoe was het? Fabelachtig. Dit moet stoppen. Twan Huis is een feeder. En dan nog vinden we het gek dat steeds de helft van Nederland inmiddels te dik is. Twan, stop met eten kopen. Ja? Want je mest iedereen vet, inclusief Daphne Schippers. En als zij geen goud haalt, is het jouw schuld. Dus... Sorry, Martijn. Tot zover.